Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar het filmpje. Ik ga vandaag laten zien hoe je deze basic cruise van H&M kan combineren. Hij komt van H&M Decided en die was 90,90. Ik heb ook een andere kleur, maar ja, ik denk dat wit gewoon echt een basic is die iedereen wel heeft. Ik denk dat iedereen wel witte blouses, maar anders dan is het wel echt heel goed te kopen, want ik heb het was ook echt nodig, dus ik heb hem gekocht. En ik ga 5 verschillende manieren laten zien hoe je deze kan combineren. De ene meer, ja. Allemaal toch een beetje verschillende stijl, want als je meer van broeken houdt, zijn er wel twee met broeken en dan zijn er ook een paar met rokjes en jurkjes en alles. En dan, sommige zijn ook iets duurder denk ik. Dus ja, blijf kijken als je dat leuk vindt. We beginnen met een outfit die best wel chic is. Ik draag natuurlijk mijn blouse en een roze short van de Episode in Amsterdam. Ik draag een Stipjes panty van H&M. Die vind ik heel erg schattig en ik vond er wel goed erbij passen. En dan draag ik als sieraden armbandjes van de Action. Die zijn echt maar 90 cent of zo, dus die kan iedereen wel betalen, denk ik. En dan draag ik ook nog een wit horloge. Die ik uit mijn moeder gekregen, doet het niet eens meer, maar ik vond hem wel schattiger bij staan. En dan voor schoenen draag ik wedges van de Alice. De tweede outfit is iets simpeler. Ik draag erbij mijn bordeauxrode broek van H&M. Ik vind wit en zeg maar bordeauxrode kleur altijd best goed bij elkaar passen en deze keer vond ik dat ook zo. Voor schoenen draag ik mijn laarsjes van de Primark. Een heel leuk detail is dat ze aan de achterkant een soort van glimmer, een soort van stutsachtig hebben. En ik draag ook nog twee gouden stutsarmbandjes om het iets stoerder te maken. De derde outfit is weer iets feestelijker door de schoenen en door het rokje. Ik draag een zwart rokje met witte hartjes van de H&M. Deze wordt eigenlijk andersom, maar ik vond het zo mooier staan en het valt niet zo erg op. En mijn panty komt van Primark en ik heb een roze tasje in een hartjesvorm van H&M van de Face Collection vorig jaar. En dan heb ik een ring met uiltjes. Ik weet niet waar die vandaan komt, dat is een cadeautje. En dan mijn schoenen zijn zwarte wedges. De vierde outfit is echt iets stoerder of gewaagder. Om de legging echt uit te laten springen heb ik de rest van de outfit een beetje simpel gehouden. Mijn Galaxy legging komt van de Lady Sting of de Sting, wat je maar wil noemen. En dan verder draag ik gewoon blouse. En mijn wedges komen van de Primark. En de laatste outfit van deze 5 is een beetje simpel, maar toch ook weer niet. Ja, ik weet niet. Maar ik vind het in ieder geval wel heel leuk. Het is zeg maar een combinatie van een blouse met een trui eroverheen. Mijn trui komt ook van H&M. En dan heb ik een grijze broek aan, die is van de Only of de Vera Moda, ik weet niet precies, een van die twee. En dan draag ik mijn All Stars. En ik heb twee ringen om, die met het L'tje is van de Action en die met het groene steentje is van de Six. Dat waren alle 5 outfits alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden te zien. Als jullie nog een request hebben voor een filmpje of ja, kun je dat achterlaten. En laat ook gelijk even achter welke outfit je het leukst vond. Bedankt voor het kijken. Doei!